De COVID-19-persconferentie van de overheid zal in het vervolg maar één keer per week gehouden worden. Dit haalde minister Amer Ramadien van Volksgezondheid gisteren voor aanvang van de raadsvergadering aan. Hiertoe is besloten om het responsteam dagelijks een COVID-journaal op de beeldbuis brengt. Daarnaast moet er volgens de bewindsman ook rekening gehouden worden met de kosten die gepaard gaan met het houden van persconferenties. De eenmalige persconferentie per week is volgens Ramadien dan ook bedoeld om nader in te gaan op vragen van de pers en de samenleving. Dat we dus de ruimte willen bieden aan de media en aan de verzoeken die komen via de media vanuit de samenleving, dat we dan wel de persconferenties zoals die gehouden werden traditioneel moeten continueren. En voorlopig is de frequentie eenmaal per week. Als de behoefte bestaat dat er meer persconferenties nodig zijn en er een grotere vraag is, dan zijn we flexibel daarin. Dan komen we gewoon terug weer naar 2 keren per week. Het wordt alleen moeten we rekenen met het kostenplaatje. Het kost wat, de persconferenties kosten ook wat. U hebt het zelf gezien in de gepresenteerde overzichten tot nu toe. En ook het COVID-journaal is er een kostenplaatje aan verbonden. Dus we moeten gaan kijken hoe we tot die juiste middenweg komen. Maar belangrijk is wel dat de informatiestroom naar de gemeenschap moet lopen. Ten aanzien van de doorlichting en reorganisatie van het Staatsziekenfonds haalde Ramadien aan dat er dinsdag een nieuw stichtingsbestuur onder leiding van Suresh Bikhi is geïnstalleerd. De minister vindt het belangrijk dat het nieuwe bestuur de stichting SZF grondig onderzoekt om na te gaan of alle gemaakte afspraken en overeenkomsten met derden aan de wettelijke grondslagen van het SZF voldoen. En die heeft de opdracht gehad om zo snel als mogelijk een en ander uit te zoeken. Maar ook kan ik u meedelen dat er een directieteam aan de slag gaat bij het SZF. Die ook in elk geval de overzichten van het SZF, de organisatie, transparant maakt voor ons. En nu is er nog veel onduidelijk. Minister Amer Ramadien van Volksgezondheid. Volgens hem moet de reorganisatie van het SZF duidelijke veranderingen brengen in de verbetering van de effectiviteit van de gezondheidszorg en de financiële stroom binnen de zorg.